De voormalige Hagedoornschool hield afgelopen weekend een open dag. Op initiatief van de buurtbewoners staat het gebouw niet leeg, maar huisvest het meerdere instellingen, waaronder buurtzorg, Leger des Heils, Serenslo en de club. Is het iets bijzonders vandaag? Ja, open dag van de relwinkel en in het algemeen de Hagedoornschool. We hebben een baby-kinder-ruilwinkel opgezet. En dat betekent dat wij kinderkleding innemen. En mensen kunnen hier met hun kinderen komen. Ze kunnen kinderkleding meenemen. Het kost allemaal geen geld. Ze mogen het gebruiken thuis. Als ze eruit gegroeid zijn, kunnen ze het weer terugbrengen. En dan kunnen ze voor een maatje groter gaan. We hebben ook speelgoed. Dat mag je ook gewoon meenemen. En als je uitgespeeld bent, kun je het gewoon weer terugbrengen.